Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Yo mensen, hier ga ik even ingrijpen, want ik heb namelijk iets super sicks, ja zeg maar, met mijn sponsor kunnen afspreken. Namelijk als je tijdens het Team of the Year coins bestelt, krijg je niet 5, maar 10% korting met de code DNPNL. Dit is maar een week geldig, dus ja, maak er zeker gebruik van. Daarnaast is het natuurlijk nog steeds een instant delivery system, wat betekent dat je coins meteen krijgt. En ze hebben nu ook Nederlandse mensen in de live chat en op Twitter, dus dat is ook super nice. Veel plezier met de video. Hallo mensen, kom van snel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ga ik 100k packs openen met Team of the Year. De verdediging zit nog op packs. Op het moment dat jullie dit zien, zitten waarschijnlijk nog de middenvelders erin. En komen straks de aanvallers. Maar nu zijn nog de verdedigers. En er zijn 100k packs. Wat super nice. Er zijn er 500k packs. Ik ga ze een beetje verspreiden over de video. Laten we maar meteen beginnen met de eerste. Oh, als je deze video kunt liken, dat is super awesome. Zijn 500 likes. Zou echt toppie zijn. En dan gaan we dan. Daar komt hij. Oh mijn god, geef me alsjeblieft wat goed. Geef me alsjeblieft wat goed. Alsjeblieft, Team of the Year. Team of the Year. Oh, dit meen je niet. Terry. Fucking Terry. Fucking Terry Martinez, Mathieu. Wat is dit? Iedereen is kak. Oh mijn god. Oh mijn god. Straight discard. Oké, we gaan ondertussen ook wat 15k packs zijn trouwens fucking slecht. Dus we gaan ondertussen ook wat 15k packs openen. Hopelijk kunnen we daar ook wat goeds in krijgen. Ik hoop het wel. Het zou heel erg nice zijn. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal trouwens? Dan kan je beneden. 83 en 82. Dat is helemaal niet zo slecht pack. Man. Wat een drama net. Die 100k pack was echt heel slecht. Ik had dus gehoord dat het wel goede packs waren. Maar ja, als je dat zo ziet, dan word je er niet heel vrolijk van. Ben ik heel eerlijk in. Komt de volgende. Nog her. Ik word nooit blij van dit. Ik word echt nooit blij van dit. Oké, kom op. Nog eentje. We openen nog 3 van deze. En dan gaan we weer over naar 100k pack. Hey, toppie. Hop. Ja, een goede. Nee, dat kan. Er is helemaal geen goede. What the fuck wil ik? Wat is dit? Carol. Nee. Oké, kom op. Alsjeblieft, man. Come on. Geef me een Team of the Year. Ik wil zo graag een Team of the Year packen. Oh, Dos Santos heb je ook helemaal niks aan. We kunnen gewoon meteen door, want ik weet toch dat er niks in deze club zit. Je na nog eentje van deze. Voor mij kan ik helemaal niet tellen, voor mij doe ik het helemaal fout. Maar maakt niet uit. Jezus. Wat een drama. Volgende. Bang. Kom op, doe het. Fuck, weer slecht. Nou, welk Xabi Alonso? Misschien, nee, is niks waar. Is sowieso niks waar. Ik kan het niet over vertellen trouwens. Hij is fucking slecht. Hij is niet slecht in het echt, maar je snapt wat ik bedoel. Gaan we door naar het volgende 100k pack. Komt-ie. Oké. Let's do this. Team of the year. Blauw! Company. Oh, die is op zich best goed, maar toch. En Buffonnetje. En weer die Bravo. Allemaal keepers. Ook of medaille keepers. Voor mij is Company wel iets waard. 10k. Buffon is 3k. Voor de rest is helemaal niemand iets waard in dit pack. Oké, we openen 1,25k. Misschien krijgen we daar nog wat goeds uit. Zou best leuk zijn op zich. Weet het niet. Zou wel leuk zijn. Zou ik op prijs stellen. Maar we krijgen Wilshire. Een non-rare in een 25k pack. Not nice at all. Nee, discard. Doei, het was gezellig. Oh, wat een drama tot nu toe. Ongelooflijk. Ik hoopte zo erg dat ik het team die hier ging packen. Maar helaas. Oh, allemaal non-rares. Daar kan ik echt heel slecht tegen. Ik ben gewoon fan van rares, maar niet van non-rares. Non-rares word ik altijd echt heel erg boos om. Kijk dan. Fuck off. Ja, Marcelo! Nee, dat kan natuurlijk niet. Marcelo is natuurlijk iemand hier. Oh, Remietje is wel lekker. Dit pack was niet zo eens zo heel slecht. Viel nog mee vergeleken met de andere. Maar dan nog. Oh, man. Kom. Boom! Noer, ik ben helemaal klaar mee. Ik ga ook gewoon geen Team of the Year pack. Ik voel het al. Ik ga nu weer over naar een 100k pack. Daar komt hij weer. Alsjeblieft. Kom op, even alsjeblieft, Lauwje. Kom! Nee, de bruine is zeker niet verkeerd. En Alba. Dit is zeker geen verkeerde pack. Hoeveel is de bruine waard? Ben je iets waard? De bruine is gewoon. 45k. 45k is helemaal niet verkeerd. We hebben ook nog Jordi Alba. En Jordi Alba is 6k of zo. 6k voor Jordi Alba is ook niet heel verkeerd. En Touran, misschien is Touran nog iets. Nee, Touran, nee, is helemaal niks. Nee. Zit er voor de rest nog iets in? Je weet het maar nooit. Zo laag in je vorm of zo. Nee, oké. Dit was mijn beste 100k pick on YouTube. By far. Want ja, dit is gewoon een goede speler. Maar voor de rest is het echt kak geweest. We hebben nog maar 200k picks. En voor de rest gaan we nog 15k. No fucking rare. En waarschijnlijk als ik vraag van hebben jullie al een Team of the Year gepakt, krijg ik nu 100 comments van ja, ik heb al een Team of the Year. Ja, ik al 5. Ja, nou ik dus niet. Maar laten we even achter hoe je Team of the Year hebt gepakt. Een contractpack. Yes. Hopelijk hebben we een goud contractje. Ja, wat een geluk. Holy shit. Lekker 61 coins. Lekker smikkelen. Oh, nog maar 2 van die packs, jongens. Helemaal niks. Oké, daar gaan we. Volgende 100k pack. Doe het. Nee, weer Terry. Oh mijn god. En fucking Isco.
Dit meen je niet. Dit is echt om te janken, gap. Straight discard. Straight discard. Weg ermee. Op die verhaal. Nou, kunnen we nog een paar van deze packs openen. En daarna krijgen we nog 100k pack. En tot nu toe is het echt ultieme tak geweest. Ik ga nooit een team de year pack. Hoe kan ik ooit een team de year pack als dit mijn pack look is? Dat ik, niet, dat ik het gevoel heb dat ik eentje ga packen. Aguero. No, we going. Oh, en een Formby. Dit is helemaal geen verkeerde pack. En die Informe is of die iets waard is. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Het is fucking Boerhoek. En Higuain is straks in vorm, maar ik pack hem natuurlijk nu. Ik ga mijn Boerhoek hier ook gewoon discarden, want daar heb ik helemaal niks aan. Komt de volgende, komt de volgende. Kom op, kom op, kom op. Pjanic. Pjanic, dat is niet verkeerd. Pjanic, is hij iets waard? Nee, waarom zijn ze allemaal helemaal niks waard? Nou, het is echt helemaal niks. Hij is fucking goed, 84 rated. Oké, open een 1,75k pack. Kom op. Nee. Oh, Ibra. Dat was lekker geweest. Oké, doen we nog een 15k pack en dan nog een 5k pack. En dan komt mijn 100k pack, mijn laatste. Waar ik hopelijk wat goeds in krijg. Is niks. Bruma, die heb ik ook al 8000 keer gepackt in mijn laatste paar packs. 5k pack. Pack ik daar waarschijnlijk wel even een team of the year'tje in. Dat zou wel lekker zijn. Hop! Oh, fuck off. Mensen, als je nog geen like hebt achtergelaten, doe het dan nu. Want dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden. Ik ga no-spec doen trouwens. Hop, hop, hop. Kom op, alsjeblieft, alsjeblieft blauw, alsjeblieft blauw, alsjeblieft blauw. Blauw, 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 blauw. Aguero, Aguero, let's go. Dat is fucking goed. Voor de rest helemaal niks, maar Aguero, dat is fucking lief. Hoe ben je waard, Aguero, alsjeblieft. 120k denk ik. Dat is echt ziek nice, daar ben ik echt heel blij mee. Let's go, get in, Aguero. Oh, dit is echt nice, hier ben ik echt heel erg tevreden mee. Voor de rest zit er echt helemaal niks in, maar ook echt, echt, echt helemaal niks. Maar Aguero is echt geen verkeerde card. Nice, ook Gundogan is ook wel iets waard. En Mangala is ook wel iets waard trouwens. Super nice. Ben blij dat ik het daar nog mee heb kunnen afsluiten. Ik heb nu deze spelers. Aguero, Remy, De Bruyne is goed, Alba is goed. En Company is ook wel goed. Op zich wel een deep pack opening, met name deze man. Aguero, super enorme grote beast. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je hem leuk vond, vergeet dan niet te liken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.